pittig, hè? Ja, wat heet u? Poepoe, zeg, ik zou er toch nog wel even over willen praten. Eerlijk? Ja, misschien bij een drankje. Oh, dat vind ik een prima idee. Ja, heb je even tijd? Jawel, ze kunnen me wel even missen hier. Oh, nou, ik weet daar, weet ik, misschien een gelegenheid waar we eventjes samen, want... Even kijken, meneer. Meneer, uw whisky, alstublieft. Ah, dank u wel, ober. Alstublieft, meneer. Hallo, Paul. Mevrouw. Hallo, Astrid. Plaats. Dank u, vriendelijk, ober. Een Key Royale graag. Een Key Royale. Sorry, Paul, dat het zo laat is, maar de vergadering van Raad van Bestuur liep zoals gewoonlijk weer schandalig uit. No problem, kindje, no problem. Mooi. Ik ben me terdege bewust van het feit dat jouw agenda de komende week ook bijzonder druk zal zijn. Inderdaad, vandaar ja. dat ik de vrijheid heb genomen om enige zaken die de prioriteit verdienen alvast op papier te zetten. Maar Paul, je had het natuurlijk ook even door kunnen faxen. Natuurlijk, maar ik ga er altijd uit van een stuk persoonlijke begeleiding. Ach zo, ja. Alsjeblieft, Astrid. Ja. Key Royale. Ah, dank u vriendelijk, Olberg. Even mijn bril. Ja, daar kan ik me in principe wel in vinden, Paul. Heel fijn. Ik zou graag willen beginnen met punt 1 hier op de agenda. Dat lijkt mij altijd nuttig en minder verwarrend dan om bij het begin te beginnen. Ja. Dat is dan gelijk het punt, Astrid, dat ik graag even persoonlijk met je zou willen doornemen. Kijk, de essentie van de zaak is deze. Astrid, ik zou graag zien dat jij mijn vrouw zou worden. Dat jij mijn vrouw zou worden. Ik begrijp het. Ga verder. De laatste tijd word ik er steeds meer en meer op geattendeerd dat wij elkaars gezelschap toch wel appreciëren. En dat onze relatie een zekere bloei doormaakt sinds onze eerste meeting van mei 86. Ja, behalve dan die ene daling in het derde kwartaal van het vorig jaar. Ja, kijk. Die daling die was relevant aan de omstandigheden. Mijn tijd is een beetje kostbaar. Ik heb enige vertrouwelijke stukken voor jou die ik je zou willen overhandigen ter overweging. Ik heb hier geloof. Ja. Dan heb ik hier voor jou kinderen. Ja. En ik heb hier jouw moeder. Dus even kijken. Nou, ik kan me daar in principe wel in vinden, maar ik zou alleen het onderwerp kinderen nog wat uitgewerkt willen zien. Ja, dat heb ik ook gedaan. Ik heb alle gegevens door de computer gehaald en hier is de prognose voor de komende 5 jaar, alsjeblieft. Mooi. Ja hoor, Paul, daar ben ik het principe mee eens. Dus even kijken. 1 tot 3 kinderen. Ja, daar kom ik nog wel even op terug. Nee, maar ik zou nu graag eventjes jouw analyse willen weten wat betreft de prioriteit boven een lange termijnvisie van onze lopende relatie. Ik dacht wel dat jij mij op dat punt zou attackeren, Astrid. Kijk, afgezien van enige minder elegante aspecten in onze relatie, komt het in de kern van de zaak toch op 1 ding neer. 1 ding is slechts relevant. Dat ik van jou houd en jij van mij. Oh, Paul, zou ik dat even vast mogen leggen? Maar natuurlijk, ga rustig. Een ogenblikje, hoor. Ik hou van jou en jij... Help me even. En jij houdt van mij. Ah, jij houdt van mij. Het schint altijd zo, hè? Als ik dit even op de computer zet, dan kunnen er later ook geen misverstanden over ontstaan. Nee, geen misverstanden. Nou, tot zover de emotionele kant van onze relatie. Eens even kijken wat ik hier nog meer heb. De fysieke kant van de zaak. De lichamelijke kant van de zaak. Ja, nou, dat lijkt me verder wel in orde. Nou, mag ik daar 1 scherpe kanttekening bij maken? Je bedoelt die daling in het derde kwartaal. Precies, die enorme verslapping. Oh. Kijk, er zijn bepaalde zaken die een dipje door moeten maken. Maar dit kleine dipje was toch niet van lange aard? Nee, daar zou ik je gelijk in kunnen geven, Paul. Er was daarna sprake van enige opleving. Ja. Kijk, zeg, Astrid, kijk, ik heb mij jouw kritisch standpunt in de tijd zeer te harte genomen. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat enige kritiek van jouw kant in de toekomst gerechtvaardigd zou kunnen zijn. Nou, daar zou ik je dus weer gelijk in moeten geven, Paul. Want ik heb laatst de notulen van onze laatste gemeenschap nog eens doorgenomen. Zeg, maak je daar ook al notulen van? Ik maak altijd notulen, Paul. Dus even kijken. Ja, hier heb ik het. Laatste 2 kwartalen stabiel, met in de derde week een zekere piek. Ja, dat klopt wel. Maar goed, Paul, mag ik het een en ander nog even bekijken? Ja. Dan kom ik daar volgende week op terug. Heel graag. Goed, Astrid, dat is dan afgesproken. It's a deal, dank je. Mag ik je even vragen mij te excuseren? Natuurlijk. Eén momentje, dank je. Natuurlijk. Ober, mag ik de telefoon van u? Mevrouw. Telefoon, alstublieft. Mam. 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 Hij heeft me net een huwelijk gevraagd. Leuk, hè?
Soms lijkt het al een eeuwigheid geleden. Zo pril nog en we zouden gaan studeren. De toekomst en de plannen die we smeden. Het nacht. Zag ik jouw naakte silhouet achter de ramen. Flink zijn, even flink zijn. En hoewel het lang kan duren, zal ik wachten tot ik niet meer van je hou. Aan het eind van sloot je plotseling de doos waar je blijkbaar je gevoelens in bewaart. Goed, ik kon het wel niet helpen, toch je ogen stonden boos. Maar verliefd zijn overvalt je als een hittegolf in maart. En ook al heb je voor jezelf misschien dan tijdig afgehaakt, het is voor mij niet afgemaakt. Hoewel ik van een ander hou, voel ik nog evenveel voor jou. En ik vergeet je niet zo gauw. Al zeg je 100 keer, ik voel niks meer, dus laat maar. Je lost niks op. Met een perfect gevoel voor drama. Als je lachte te luchtig, als je kuste ontuchtig, als je niet wilde werken of je ging niet ter kerke, als je lui in de zon lag of je fietste op zondag. Kortom, alles was verkeerd, want dat had je geleerd. Kind, zei mijn moeder altijd, onthoud maar goed, zei mijn moeder altijd, wat je ook doet, zei mijn moeder altijd, je moet het leven positief bekijken dus, zei mijn moeder altijd, onthoud mijn raad, zei mijn moeder altijd, wat nou niet kwaad, zei mijn moeder altijd. Niet gaat zoals je graag zou willen. Want de mens is mooier als hij lacht. En al is het nog zo donkere nacht. Als je even zoekt, dan zie je altijd naar een heel klein puntje licht. Je kunt de loop der dingen een andere kant uit dwingen. Het hele leven is een lange rij veranderingen. De lente kwam toen jij kwam. In december was dat. Het sneeuwde nog toen jij kwam, oh, 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 er viel nogal wat. Maar ik zag de bomen al dik in de knop. En overal vlinders, vooral in mijn kop. Dus was het lente, dat kan ik missen. Want ik zag krokussen en ik zag narcissen. Verliefd was ik heus wel eens eerder geweest. Maar nooit zo fantastisch, zo'n tintelend feest. Al vroor het, al viel er ook hagel of sneeuw. Dit was het begin van het mooiste seizoen van de eeuw.
trekken. Het gaat maar niet over. Ik ben nog even verliefd als altijd. Nee hoor, het gaat maar niet over. En ik heb nou alweer zin, maar ik hou me nog in. Want jij slaapt nog, dus ik maak ontbijt. Chagrijn, hoe jij ook bent of nog zal zijn. Ja, ik.